Een soort van genieten, trainster zijn van de ploeg? Ja, dat is het zeker. Het is heel erg leuk om te zien dat die meiden gewoon toch de stappen hebben gemaakt. En ja, dat je nu eigenlijk je ervaring en je ideeën nu kwijt kan op de volgende generatie. En dat is zeker genieten. En ook die meiden kunnen het goed vinden onderling. Ze maken gebruik van elkaar in de training, waarbij je gewoon kwaliteit ziet. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja, het is eigenlijk wel heel snel gegaan. Het is niet gepland, maar het kwam zo eigenlijk uiteindelijk te sprake. Ja, ik had er eigenlijk, doordat het vertrouwen werd uitgesproken, ja, vind ik gewoon een hele eer. Ook van de dames, van de meiden en van de sponsor. Dus ik had zoiets van, ik ga het gewoon doen. En ja, daar heb ik heel veel tijd en energie, ook in de programma's en heel veel al mijn ervaringen op een hoop gegooid. En daar heb ik gewoon een programma uit gemaakt. En ja, dat heb ik gedraaid tot nu toe. Had je nooit kunnen denken dat het zo leuk zou zijn? Nee, het is natuurlijk wel, natuurlijk, het is mijn wereld. Ik kom vanuit het schaatsen, ik weet hoe het is. Maar het is wel aan de andere kant, het is natuurlijk wel iets heel anders. En je moet dat kunnen? Ja, nou ja, goed, weet je, het gaat heel erg goed en ik vind het onwijs leuk om te doen. En het is een enthousiaste groep. Ja, en dat maakt het gewoon heel erg leuk om te doen. Thijs is ook jullie trainer. Hoe is de taakverdeling? De taakverdeling is, ik ben de hoofdtrainer, Rutger is de tweede trainer. Ik maak de hoofdprogramma, ik zet de lijnen uit. Ik doe wel heel erg veel in overleg. Rutger heeft natuurlijk ook veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren, ook al als trainer. En is er werkzaam geweest ook bij een fitnessschool. Ik denk, ja, als je dat samen op één tafel gooit, dan kun je gewoon gebruik maken van elkaars kwaliteit. Dan ga je op een gegeven moment wegvallen. Je wil meer dat je hier staat en dat je druk hebt. Dan heb ik niet heel veel weerstand nodig. Maar als ik alleen maar weg blijf hangen, dan val je op een gegeven moment gewoon weg. Zorg dat je meer voelt dat je erin gaat drukken. Ik vind het echt wel heel erg spannend. Nu, ja, de voorwaarden zijn geschept. Als trainer kan je, zeg maar, je team heel fit aan de start krijgen. Maar daarna kan ik niks meer doen. Dan sta je langs de kant en normaal ja, dan ben je sporten en dan heb je een eigen stukje wat je zelf kan afmaken. En dat is nu, ja, dat is nu, ja, bij hun. Dus dat is wel heel erg spannend. Dat is heel anders.